Wellicht heb u herinneringen aan vorig jaar toen u plots moest invallen? Ja, ik heb mooie herinneringen aan vorig jaar. Ik moest invallen dag 2 van de zomereditie van de proms. Ik werd 's morgens opgebeld, om 8 uur 's morgens werd ik wakker gebeld door mijn boekingskantoor met de vraag: wil jij vanavond invallen voor niemand minder dan Umberto Tozzi? Ja, ja. En ik dacht, ja, ik had toen een hele week elke dag gespeeld. Ik had dus 1 dag gerust ingelast en dat was die dag. En ik dacht, ik moet er even over nadenken. Maar ik heb een kwartier later teruggebeld met de boodschap van: ik wil het doen als ik in dezelfde kamer mag slapen die voorzien is voor Umberto Tozzi. En als ik volgend jaar mag terugkomen. En de mensen hebben nu woord gehouden, dus voilà, bij deze. Dat was een zeer mooie voorwaarde. Zeg, hoe is het met zo'n groot orkest hier te repeteren in zo'n koor? Hoe is dat voor u om daarvoor te staan? Ja, dat is altijd wel een privilege als artiest. Als je met dat soort grote orkesten, maar ook topmuzikanten mocht spelen. Ik heb nu al een aantal keren met dit orkest mogen spelen. En dat is wel, ja, dat is top, hè. Dat is een zetel eigenlijk als muzikant, als zanger, ja. Zeg, je nog een mooi evenement, de NECA-nacht in Antwerpen dit jaar. Nog iets dat je hebt kunnen afvinken aan uw bucketlist dan? Ja, de NECA-nacht op zich. Ja, natuurlijk is dat een eer als muzikant om daar als eregast te mogen optreden. Maar vooral het voordeel is daar dat je mocht mensen uitnodigen die je zelf op handen draagt. En ja, voor mij was het toch wel... mijn lijstje stonden zo'n aantal artiesten, als ik het ooit mocht doen. En ja, die zijn gekomen, hè. Frank Boeien, Remo van het Groenewoud, die zijn er geweest. Dus voor mij was dat echt wel een droom die uitkwam, echt. Zeg, wat is uw favoriet Frank Boeien nummer dan? De Verzoening, vind ik. Ik heb zoveel... Ik ben de grootste fan van Frank Boeien, hè. Laat ons daar duidelijk in zijn. Maar ja, hij heeft zoveel schone liedjes, zoveel mooie teksten. Maar De Verzoening vind ik toch wel het allermooiste, nog altijd. Zeg, er zijn zoveel liedjes van u die op het netvlies van de mensen staan gebrand. Hè? Zo ver weg, Teken van Leven, Doe het licht maar uit. Is dat een goede song in combinatie met de tijdsgeest waarin het geschreven is? Wow, nee, dat is wel een ingewikkelde vraag eigenlijk. Maar ik denk niet dat dat veel met tijdsgeest te maken heeft. Ik denk een goed nummer dat tijdloos is, eerlijk gezegd. En ik denk dat ook daardoor is dat soort nummers overeind blijven. Na bijvoorbeeld Zo ver weg, na 33 jaar, is dat nog altijd dat staat in het collectief geheugen gebrand. En ook de jeugd zingt dat mee. Dat doet deugd, ja. Zeg, de zomerhitrace is ook weer aan de gang in Blankenbergen. U hebt hem al gewonnen in 1997, dacht ik. En volgende week zit u daar terug. Wat is voor u een ideaal zomernummer, als u zelf mag kiezen? Nationaal, internationaal? Ja, de tijden zijn veranderd natuurlijk, hè. Maar er is een hele nieuwe lichting van artiesten nu. De vraag is mij gesteld, wie mag de zomerrit winnen? Maar ik kan daar niet echt een keuze in maken. We hebben hem ooit gewonnen. Maar wat is het ideale zomernummer? Ik denk de amazing factor, dat het allerbelangrijkste is. Ik denk, zo'n nummer zoals dat was toen met Als de dag van toen, dat is niet het meest op tempo of happy nummer, want dat kan in alle contexten gebruikt worden. Dat kan als liefdeslied gebruikt worden, maar dat wordt ook wel eens gedraaid op begrafenissen en zo. Dus dat heeft voor veel mensen een andere betekenis. Maar vooral de amazing factor is belangrijk voor een hit. Ik weet, er is recent een album uitgekomen van jullie. Is er nog altijd die honger om weer nieuw werk te schrijven, ondanks nu die nieuwe release? Ja, ik heb ondertussen al, denk ik, bijna 10 nieuwe nummers geschreven na de release van het vorige album. Maar ik heb mezelf voorgenomen om een jaar geen album uit te brengen. En dan blijven schrijven. Dus een jaar niks uitbrengen en dan volgend jaar een selectie maken van misschien 50 nummers of zo. Maar schrijven is zo, ja, het is een van de leukste aspecten voor mij van mijn job. Dus ik ben daar
bijna dagelijks wel mee bezig. En het ene nummer is al beter dan het ander, eerlijk gezegd. Maar ja, ik heb nu niet de ambitie om ik vind dat het recente album loopt nog altijd. We hebben nog maar één single daaruit gebracht sinds de release. Dus ja, dat kan nog wel even mee, denk ik. Hè. We staan hier voor een mooie banner van de Summer Edition. Welke artiesten zou u zeker willen zien vanavond? Ja, ik ben een beetje starstruck om Mark King te ontmoeten. Dat is natuurlijk, ja, als het over nostalgie gaat, heeft dat met mijn leeftijdscategorie te maken natuurlijk. Hè. Ja, ik ga straks wel echt een foto vragen met Mark King. Dat vind ik wel, ja, dat is een van mijn idolen. Nu, Matteo Bocelli, ik heb hem nog niet gehoord, maar het schijnt dat hem zijn vader zo wat evenaart of misschien wel overtreft. Dus ik kijk daar ook wel heel hard naar uit. Ja. En natuurlijk, ja, onze eigen artiesten ook, hè, Laura, Sandra. Johnny hebben we al, ja, Johnny is een halve Vlaming eigenlijk ondertussen, hè, sinds de jaren 90. Is hij een vaste gast bij ons. Hè. Oké, Peter, bedankt voor uw tijd en veel succes straks op dat podium hier in Kokzijde. Dank u. Ik ga mijn best doen.